Zandkastelen bouwen, knutselen of gewoon even lekker in het zand liggen. Sinds vandaag kan het in de hoogte. Kinderburgemeester Floor opende daar met een sprong de hoogte aan zee. Ook 7 andere speeltuinen in de stad worden deze week omgeturnd in een leuke zomerse speelplek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Hier kunnen kinderen die deze zomerse dagen niet erop uitgaan, toch even in vakantiesferen raken. Het lijkt alsof ik in een strand ben. Want net alsof je op het strand bent? Ja. Hou je van het strand? Ja. Wat vind je het leukste aan het strand? Ik kun je lekker zwemmen. En je kunt ook lekker... Misschien komt er ook ijs komen en dan kun je een ijsje halen. Met dit mooie weer vermaken de kinderen zich het meest met watergevechten. Ik vind het leukste aan het water dat we daar elkaar nat kunnen spuiten. Je bent lekker met water aan bezig? Ja. Druk met de emmer? Ja. Hey. Even dat. Hoe vind je het hier? Leuk en spannend. Leuk en? En een beetje spannend. Gelukkig zijn er ieder jaar jongeren te vinden die meehelpen om er een vrolijk feest van te maken. Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen toch een goede zomer hebben. Omdat ze niet op vakantie kunnen. En ook zeker met het gedoe wat we nu hebben met COVID. Lijkt het me gewoon heel belangrijk dat ze toch veel plezier kunnen hebben tijdens een zomer. Ja. Heb jij het ook naar je zin? Ik heb het heel erg naar mijn zin, ja. Ja. En sommige kinderen gaan misschien niet op vakantie deze zomer. En weet je, dat ze elkaar gewoon hier fantastisch kunnen vermaken met elkaar. Door het coronavirus gaan veel gezinnen nu niet op vakantie. En daarnaast zijn er ook veel gezinnen die geen geld hebben om op vakantie te gaan. Speciaal voor deze kinderen organiseert de speeltuincentrale naast deze strandspeelmiddagen ook allerlei andere activiteiten de komende weken. Hutten bouwen, circus, theaterworkshops. En dat is allemaal vrij toegankelijk. Kinderen kunnen daar gewoon naartoe gaan. Het is gewoon open inloop. Dat is onder andere allemaal te doen. Ja.